Jan Michiels, veelgelauwerd pianist en in 1991 laureaat van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, is vanaf nu doctor in de kunsten. Hij behaalde zijn doctorstitel aan de Brusselse VUB met een heel bijzonder proefschrift en een verdediging met veel muziek. Roger Krijf. Op het podium van het Brussels Conservatorium staan 7 piano's. Nu nog maagdelijk bedekt, maar als een ritueel onthult Jan Michielsen één voor één en wil ze laten horen. Want de titel van zijn doctoraat is: Wat je niet kan zeggen, moet je spelen. En de eerste die aan het woord komt is Beethoven. Onderwerp van het doctoraat is dan ook luisteren. Als men naar muziek luistert, geeft men, als men zich heel goed trekt af wat er eigenlijk gebeurt, dan luistert men naar dingen die we willen herkennen of dingen die we al gehoord hebben of dingen die geschreven zijn over die zaken. Maar echt luisteren naar de klank die ons omgeeft, dat is denk ik iets dat vandaag niet zo vanzelfsprekend is als het zien bijvoorbeeld. 8 uur, een marathon lang, wandelt Jan Michiels over zijn 7 piano's en over eeuwen muziek. Bach, Beethoven, Liszt en Wagner, allemaal. En hij komt uit bij Debussy en toont zijn meesterschap bij de uitvoering van hedendaagse componisten zoals Ligeti en Luigi Nono, zijn grote inspiratiebron voor zijn werk. De muzikantenwereld heeft heel vaak ook zo de neiging van we spelen muziek, dat is toch genoeg. Mensen moeten maar horen wat we te vertellen hebben. Spijtig genoeg hoort niet iedereen wat we te zeggen hebben. Dus een beetje explicitering bij al die innerlijke werelden die elke kunstenaar heeft, die is vandaag nodig. Daarom is een doctoraat in de kunsten misschien wel op zijn plaats. En hij kreeg het met de grootste onderscheiding.